Hallo allemaal, onwijs leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog van Maaike, de vloggende fysiotherapeute van Fysiotherapie, Beweeg en Ontspan. Super leuk dat je kijkt, ben je nieuw hier? Abonneer je op mijn kanaal, dat is gratis. Vergeet niet op het belletje te drukken, want dan komt er een pop-up wanneer ik een nieuwe vlog post. En geef een dikke duim omhoog als je deze vlog leuk vindt hieronder. En je mag natuurlijk altijd een reactie achterlaten hieronder, zodat ik ook weer jouw vraag kan behandelen in een nieuwe vlog. En het leuk vindt om alle reacties te lezen over de vlog. Misschien heb je tips, misschien heb je een vraag. Laat het weten in een reactie. Hey, vandaag in deze vlog ga ik het hebben over mijn groepstraining Beweeg en Ontspan Indoor. Die is echt heel erg leuk. Ik doe het op maandagavond, dinsdagmiddag en donderdagochtend. En ik geef daarin beweging en ontspanning. Ik heb uiteraard natuurlijk een mooi flyertje daarvoor. Die zal ik gelijk even erbij pakken. Dat is deze. Bewegen en ontspan indoor. Met fysiotherapie bewegen en ontspan. En voor en achterkant natuurlijk informatie erop. Nou, hoe ziet die training er nou uit? Ik had de vorige vlog, de allereerste vlog, had ik al eventjes er wat over gezegd. Maar nog niet heel erg duidelijk erop ingegaan. Dus nu wil ik dat graag met jullie doen. Ja, bewegen en ontspan indoor. Het is echt een unieke les. We beginnen altijd eerst even lekker met een warming-up. En dan lopen mensen door de zaal. Sommigen lopen hard. Mogen allemaal zelf op je eigen niveau. En daarna gaan we eerst eens even lekker landen. Eerst eens even aankomen. Want je hebt de hele dag gehad. Of je bent bezig geweest met iets anders. Je komt hup de training in. Want zo werkt het tegenwoordig. En dan gaan we eerst eens even landen. Dan doe ik vaak een ademhalingsoefening. Wat rekken, wat strekken. En daarna dan beginnen de series. En ik doe 7 series. En die series die zijn een combinatie van beweging en ontspanning. En we doen 4-5 minuten doen we inspanning. En ik heb vaak gebruikte gewichtjes van 0,5 kilo. Ik zal ze er even bij pakken. Dit is de 0,5 kilo. En we kunnen met die 0,5 kilo, dat is nog niet zo heel zwaar natuurlijk, maar als je een heel uur traint met 0,5 kilo, je beweegt constant je armen, dan is het wel zwaar. Je kunt natuurlijk met je arm omhoog, zijwaarts, naar achteren, dat soort dingen kun je doen. En dat kan natuurlijk ook met een kilo. Sommige mensen die kunnen het al met een kilo. Nou, na die oefeningen, die dus ongeveer 4-5 minuten duren, dan gaan we ontspannen. Dus dan leg je lekker de gewichtjes neer. En dan komt er ook een ontspanningsliedje natuurlijk. En dan ga je gewoon lekker of aarden, of we doen een oefening uit de mindfulness, of uit de yoga, uit de pilates, ademhaling. Ja, onuitputtelijk. Soms doen we een balansoefening. Elke training verwerk ik een balansoefening erin. Heel belangrijk, balans in het leven. Zowel letterlijk als figuurlijk natuurlijk. Allebei, werk beide kanten op. En na dat ontspannen gaan we weer inspannen. Dus pakken we de gewichtjes er weer bij en gaan we lekker weer bewegen. En dat bewegen, dat kan zijn staand, hè, met gewichtjes of zonder natuurlijk. Het kan zijn zittend op de mat. Het kan zijn liggend op de rug. Liggend op de buik, liggend op de zij, doen we ook. En elke week is er weer een unieke nieuwe les. Dat ligt ook aan de muziek. Elke week is er nieuwe muziek. En dat ligt ook aan de oefeningen. Want er zijn natuurlijk onuitputtelijk veel oefeningen. En je kan van alles combineren. Armen en benen samen in hetzelfde ritme, in een ander soort ritme. Armen naar voren, benen opzij, maar ook benen opzij en armen juist omhoog. Alles is mogelijk. Het is echt superleuk. Nou, ik zei natuurlijk net dat de muziek elke week anders is. En ik wil je daar graag even in meenemen. Even kijk je achter de schermen hoe ik dat nou doe met die muziek. Want soms krijg ik muziek van mensen aangeleverd. Die zeggen, hey Maaike, dat is een leuk liedje. Die moet je in je les verwerken. Dus dat doe ik dan ook. En soms geeft Spotify, waarmee ik mee werk, geeft allemaal suggesties. En nou ja, goed, die kan ik dan mooi gebruiken. Maar ik zal het je even laten zien. Ik zal het er even bij pakken. Kijk, dit is nou bijvoorbeeld zo'n les die ik dan gemaakt heb. Ja, dat kunnen jullie goed zien. En nou ja, dit is de les van de week en die heb ik gemaakt. En dan begin ik altijd met een lekker snel tempo liedje, een warming up liedje en daarna een ontspanningsliedje, snel liedje. En die snelle liedjes zijn ongeveer 4-5 minuten. En die ontspanningsliedjes, maakt niet uit hoe lang die zijn, soms zijn ze 1 minuut, 2 minuten, 4 minuten. Maar soms na 2 minuten dan laat ik hem even een fade-out maken en dan gaan we weer verder met de inspanning. Dus ik zal jullie even wat laten horen. Dat is wel even leuk om te laten horen natuurlijk. Komt-ie. Zo had ik natuurlijk deze. Lekker snel, uptempo. Uptempo muziekje.
warming up, hè? Lekker actief. En dan daarna relax. Even landen. Even relaxen. Om dan daarna weer lekker een tempo muziekje te krijgen. Deze, dat is dus de eerste serie. En die beginnen we vaak staand, maar soms ook zittend of liggend. Lekker met de gewichtjes erbij. Iedereen natuurlijk op zijn eigen niveau. Hebben we deze gehad? Dan gaan we weer ontspannen. Helemaal relaxed. Liggend, staand, zittend. Etcetera. Oh, hier wordt er al ontspannen van. Hè? Heerlijk. Lekker zo'n saxofoon erbij. Heerlijk. En daarna knallen we er weer in hoor. Bijvoorbeeld met deze. Nou, dit is natuurlijk wel een lekker uptempo muziekje. Heerlijk. En na deze serie weer een ontspanningsliedje. En ik verwerk ook soms als een oefening uit de progressieve relaxatie erin. Dus het bewust opbouwend aanspannen en weer ontspannen van het lichaam. Helpt heel goed tegen stress. Ja. En zo ga ik eigenlijk verder. En elke week maak ik een nieuwe les. En elke week weer met nieuwe liedjes. Want ja, het is natuurlijk hartstikke saai als iedere keer dezelfde liedjes in zitten. Dus dat moeten we natuurlijk niet doen. Dus elke week weer iets anders en weer een nieuwe les. En zo gaat dat dan in zijn werk. En aan het einde, na die 7 series, dan is het heerlijk ontspannen liggen. En dat duurt 10 minuten. Nou, dat is echt heel erg fijn. Want ik wil natuurlijk wel dat je ook fit en relaxed de les weer verlaat. Dat is wel de bedoeling natuurlijk. Nou, ik heb hier een blog over geschreven. Een tijdje geleden is te zien op mijn website. www.fysiotherapiebeweegenontspan.nl. Ik zal hieronder eventjes de link zetten van de blog over het bewegen en ontspannen in één training. Ook er is er een filmpje gemaakt van de groepstraining Bewegen en Ontspan Indoor. Echt een supermooi filmpje. Staat op dit YouTube kanaal. Ik zet ook even de link erbij voor het filmpje. Bekijk hem. Geef hem een dikke duim als je hem leuk vindt. Of laat een reactie achter wat je vindt van de training. En denk je nou, dat is misschien wel wat voor mij die training. Dat zou natuurlijk kunnen. Dan ben je natuurlijk van harte welkom om het te komen ervaren. Want je mag gewoon lekker eerst even vrijblijvend komen. Kennis maken met mij, kennis maken met de groep. De sfeer natuurlijk een beetje proeven. Hartstikke belangrijk of het wat voor je is. En als je denkt na die training, nou, dit is echt wat voor mij. Dan kun je eventueel zeggen van, nou, ik ga ermee door. En ik werk met 2 seizoenen. Een seizoen na de zomervakantie tot de kerst. En het seizoen vanaf het nieuwjaar tot de zomervakantie. Die is ietsje langer. Je zit niet vast aan een contract of iets dergelijks. Je doet gewoon die serie mee. Dat voorjaar of dat najaar doe je mee. En dan heb je zoiets, nou, ik wil ermee verder. Dan ga je ermee verder. En dan heb je zoiets, nou, dat is misschien toch niet voor mij. Of heb je iets anders gevonden, wat ook heel erg leuk is voor je. Supergoed. Nou, dan stop je er gewoon weer mee. Geen enkel probleem. Als je het bij mij op tijdig even aangeeft, ben ik ook weer blij. Weet ik ook waar ik aan toe ben. Dus allemaal lekker bewegen en ontspannen bij Beweeg en Ontspan Indoor. En wat nou het leuke is, ik ben natuurlijk fysiotherapeut, dat weten jullie. En dan kan je natuurlijk tijdens de training kan je echt gericht wat tips en tricks geven aan mensen. En ik weet bijvoorbeeld, iemand heeft een kunstknie. Nou, die wil liever niet op handen en knieën. Dus dan zeg je, goh, jij kan hem staan doen. Of dit heb ik als alternatief. Maar zo zijn er ook mensen met bijvoorbeeld een carpal tunnel syndroom in de armen. Nou, die denken dan niet van, ik kan niks doen. Nee, die komen juist naar de training. En die doen gewoon alles mee. Af en toe laten ze de gewichtjes liggen, want het is te zwaar. Prima, helemaal goed. En af en toe kunnen ze dat wel, maar op handen en knieën lukt weer niet. Dus dan doen ze het op ellebogen en knieën, bijvoorbeeld. En zo zijn er nog veel meer mensen. Er staan ook heel veel mensen in mijn les met rugklachten. En juist voor die mensen is de training supergoed, want de core, de buik en de rugspieren, die zit hier. Die worden natuurlijk ontzettend goed getraind tijdens de training. En ik zorg ervoor dat in elke training altijd een aspect zit van de buikspieren, van de beenspieren, van de armspieren, een stukje balans. Je pakt echt alles mee. En dat maakt het ook zo uniek. Want ja, heel vaak in een training bij BBB bijvoorbeeld, hè, dan doe je alleen benen, billen, buik bijvoorbeeld. En armen wat minder. Nou, als je dat wilt, prima. Maar ik ben van mening, je hele lichaam gebruik je. De hele dag door. Dus je moet ook je hele lichaam verzorgen en trainen. En dan kun je ook met je hele lichaam vitaal zijn.
En die training is best goed, hè? Bijvoorbeeld zo'n BBB-training. Maar doe dat dan in combinatie met iets anders, waarbij je ook de rest van het lichaam gebruikt. Niet alleen maar één ding doen, maar diversiteit. Want use it or lose it. Zo werkt je lichaam. Dus ga ik 8 weken lang alleen maar mijn arm tot zo hoog strekken, dan kan ik na 8 weken niet meer mijn arm omhoog doen. Dan krijg ik een frozen shoulder. Want use it or lose it. Het lichaam denkt dan, nou, die arm wordt toch niet meer omhoog gedaan. Dus, nou, blijkbaar niet nodig. Zo werkt het in het lichaam. Dus train je hele lichaam. Om ook voor je hele lichaam vitaliteit te krijgen. Ben je nou enthousiast geworden? Kom een keertje langs voor een vrijblijvende proefles. Beweeg en ontspan indoor. Nu wordt het gegeven op maandagavond, dinsdagmiddag en donderdagochtend. Wie weet in de toekomst verandert dat, maar hou de site in de gaten. En blijf op de hoogte van wanneer de trainingen zijn. En je kunt mij natuurlijk altijd benaderen, geen enkel probleem. Ik zet hieronder even de link van de blog die ik heb geschreven op mijn website. fysiotherapiebewegenontspan.nl. En ook van het groepstraining filmpje wat is gemaakt. En vergeet niet, als je deze vlog leuk vindt, even een duimpje te geven. Je mag een reactie achterlaten hieronder. En abonneer je op mijn kanaal. Vergeet niet op het belletje te drukken. Tot ziens bij een volgende vlog van Maaike, de vloggende fysiotherapeute. Tot ziens!